Thank you.
Thank you.
mag er straks bij blijven. Ik ben katholiek. Veel wel, hè?
paar ook. Hier was het ergens. Maar ze zijn dood. Zie je? Oh, Monte Paro ligt daar mooi. Wij gaan naar Mariah Carey, hè? Ja? Is zingt zij dit? Ja. In december. Is dat niet? Ja. Steek je rij te hard als er een hondje hier loopt? Sorry hoor. Ik snap echt niet wat ze met die zonnebloemen doen. Zonnebloem olie. Ja, Sjaar, Kat. Ja. Maar je kan gewoon praten. Loop de billen. Kan je dat echt zeggen? Ja. Waarom kan je dat zo? Heb je geen geluid? Nee. Hij neemt geen geluid op. Zeker wel. Huh? Als je dat niet wil, toch? Ik zet er altijd een muziekje onder. Echt? Maar altijd? Hij neemt het wel op nu. Ja. Altijd. Oh, daar gaan mijn eieren. Wat loopt daar? Een arbeider. Boer. Mama, hoe zeg je boer? Gekke tong. Susanne, neemt u mee. Naar een land waar niks in past. Waar niks in past. Gaan we van mij. Maar toch wordt het maar niet later. En ze weet dat ze te gek is. Want daar kan ze naast haar. En ze heeft die pepermuntje. Samen naar de Oostzee. En het oceaan. Ik kan jou geen liefde geven, want heel erg staat op leven. Ja, dat gaat niet. Hoor je mee in zich nu? In een mondje? Ja, je hebt steeds maar gehouden in zich. Voor de mensen op de veel. Ik ben heel graag met haar meegaan. Samen aan. Thomas. Ja. Ga jij hem achteruit erin parkeren? Steek? Ga hem achteruit in parkeren? Mont Sibillini. De achterste. Ik moet gewoon bent rijden volgens mij. 3 kwartier. Waar wil je daarheen? Nou, met dit weer heb je daar weinig te zoeken denk ik. Slecht weer is, kunnen we toch hier in de buurt een wandeltocht maken? Ze heeft zomaar uitgeprint, je kan ze zo meenemen. Eens kijken jongens, een berg. Zie je dat daar ook? Bergkam? 1500 meter. Maar het is zo hoog. Jongens. Zo.
Laan. Voilà. Dat verbaast me dan weer dat het in Italië komt. Wij zeggen dat nou eens op de manier zoals Linsdorp, nee, Thomas kan het. Linsdorp, Bos, Freek. Niks meer. In Luxemburg vergelijk met België, die is toch een ander land. Met een leuke huisarts. Wat? Mag ik weer rijden? Nee, het is 6:15. Zo'n 7 uur aankomen, hè? Nou, wat je
je wil. Ik heb maar mij niet uit. Mij ook niet. Ik hoef nog niet te tanken, ik hoef nog niet te eten. Dit is wel een grote... weggetjes. En daarom duurt het een uur. En daarom duurt het een tijdje. Maar zie je, net alsof je in een racespel bent. Zie je hoe afgedaald zijn? Kom, ben je raakt in de benen? Sportstand? Jongens, goed, goed naar voren kijken. Dat is hoe je misselijk. Je zit in voor zijn hart. San Giorgio, dat is vlakbij daar. Hé jongens, hier achter ons is Mototona. Dat zag ik op een bord. Mototona, 10 kilometer. Ga je ook zeggen. Mototona, daar. Oh, ging verkeerd. Ja, ja, ik kan het zeggen.
zo'n 6 kilometer zijn. Dat moet het zijn, hè? Ja, maar dan zit je wel buiten de stad. Zo, stijl, jongen. Berg op moeten. Snap je wat ik bedoel? Nee, denk ik niet. Dat zou niet logisch zijn. Jawel. Jawel, toch niet. Kan je het gewoon inhouden? Het is gewoon heel jammer dat onze is het vrij nieuw, Steef? Dat het gewoon... Ik denk dat het nieuw is, ja. Ja. Dat heb ik ook. Santel Video Amare, dat is cassette, daten, comma, Santel Video Amare. Ja, dat is toch geen adres? Waar is het nummer? Straatnummer. Ik zit toch bij dat kaartje van die website? Ja, dat heb ik ook allemaal gecheckt, lieve schat. Cassette, daten staat er. Santel Video Amare, daar zijn we nu. Het zit vrij dicht bij de S... P219. De SP 219. Daar reden we net. Toen kwam een rotonde. Toen stond er een bordje Santa Maria Amara. Daar hadden we rechts gemoeten. We hadden links gemoeten. Het zit echt in de middle of nowhere, joh. Wat is dit dan voor straat? Strada Provinciale 8, die moet je hebben. Ongelooflijk dat we dit net zijn opgereden. Je kan ook even hier stoppen voor je kat. Dan pis je in de wildernis. Ja, hier. Als je moet, moet je. Dan pis je in de wildernis. We zijn weer in cassette dette. Zona industriële. Ja, absoluut. Ja, jij vindt hem ook wel leuk, denk ik. Oké, let's go. Het is een hele goede rol van Anthony Hopkins. De Adriatische zee. Ja, maar ik wilde dus in zo'n blauwe zitten. Nee, daar heb je in gezwommen. Twee keer. Een hele blauwe zee. Nou, dat is dit toch? Het is niet. Schat, dat is hetzelfde. Ja, dan zie ik. Toon. Even zachter, jongens. Kijk eens, Tom, die paragliders hier boven je. Zitten die al? Hier, Stef. Hier, twee. Die zitten nergens aan vast. Oh, zitten die wel aan het touw bij een speedboot? Ligt in een stadje op het dorp.
op een heuvel. Thank you.
iedereen. Zo werkt hij niet, hij moet uit het raam. Dan hoop ik dat we geen weg krijgen. Kijk even of het hek dicht gaat, jongens. Zeker weten. Het scheelt toch qua inbraak. Nou, hij is nog niet dicht. Steve, wil je heel even wachten tot hij dicht gaat? Toch een fijn idee als hij dicht gaat. Ik zie niks. Hij gaat dicht. Ja? Ja, gaat echt niet, man. Steve, wil jij hier aan dicht doen? 33 graden, hé. Malaka was toch ook zoiets? Ja, nergens af bedoel je. Ja, bedoel je. Heb je je gezichtje nog ingesmeerd dan? Hier. 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 Jullie moeten even stoppen. Stoppen, stoppen, stoppen. Klem open. Nee, doe maar nu. Dansen met de sterren. Glas bij glas, papier bij papier. Het is gewoon nog 32 graden om 8 uur 's avonds. Half 8. 32 graden. Kijk eens wat mooi, jongens. Bootjes. Fantastisch. Zullen we gewoon een klein stukje langs de boulevard lopen? Niks. Dan kijken we gewoon of we daar Franca zien. Wat is Franca? Heet dat restaurantje zo? Ja. En wat even voor de accu. We kunnen even bijkomen in de airco. Ik moet nu voorrang geven. Nou, je hebt twee tegenliggers. Zullen we haar meenemen? Een meisje, dat kan wel. Wat? Nou, zij moet waarschijnlijk helemaal naar beneden lopen. Nou, aan haar kleding te zien wil ze dat graag. Nee joh, die wil echt wel een lift. Kunnen we het vragen? Steef, dit is nou iets wat je kan aanbieden. Ze is aan het hardlopen. Zag je die gekke sneakers niet? Truck reed hier dus ook, hè? Ja, bizar. Met jouw auto achterop. Is het meest bizar? Nee. Hoe doet hij dat? Zet hij dan de voorwielen klem? En
En die achterwielen die draaien gewoon mee. Nee, ja, je hebt hem echt op het autootje gezet. Echt erop? Ja. Helemaal? Helemaal erop. En dan kan hij alles? Ja. Hoe is mogelijk? Hier zie je echt niks. Je moet echt niet een biertje te veel op hebben op dit wegje. Ik zou liever niet wonen, geloof ik. Met dat scootertje, was het ook zwaar werk met jou achterop? Ja, naar beneden. Ja. Maar met Tom en Kat omhoog viel het wel mee, toch? Hoe is Kat hier niet meer naar beneden geweest? Klein stukje? Tot waar dat meisje liep? Ja. Kunnen we morgen nog even naar de supermarkt op de scooters? Mam, echt precies waar jij zijn. Ben je wel op de brug geweest? Ja, over en dan. Weet jij nu hoe je moet rijden naar het centrum? Geen idee eigenlijk. Nou, gewoon naar de zee. Nou wel, ik heb een routebeschrijving naar de zee erin gedaan. Hij geeft jou vorm. Ja, want wij komen natuurlijk een beetje van boven. Kijk nou hoe dit uitpuilt. Dit is ook echt Italië, jongens. Stond het ook hoor. Ja, oké, dat het stinkt, maar dat mensen het er gewoon bij gooien. Terug gooien ze erbij. Ja. Het wordt blijkbaar niet goed gelegd. Was dat ook Italië, dat ze een keer gingen staken? Ja hoor, Napoli, Napels. Oh ja, nee, ook in Rome echt. En nu? Fanta pizza. Hey, Fanta pizza, snap je? Ja. Links, rechts, rechts, links. Ik zou zeggen links en dan rechts. Imperia is een McDonald's. Is het druk? Wat? Imperia is een McDonald's? Ja, kijk maar. Een M met een pijltje. Imperia. Ja, ja. In Imperia is een McDonald's. En niet Imperia McDonald's. Nou, stel je, anders ga je naar rechts. Als links niet lukt. Ja, maar er staat een fietser. Joem, joem, joem. Deze nog zou kunnen. En dan na deze VW. Na deze Fiat stop. Ja, ga maar. Ja, ik weet niet, ik zou gewoon ergens naar rechts gaan. En dan kijken of we de hele boulevard af kunnen lopen, rijden. Oh ja, je hebt daarin gekund. Ja. Maar de volgende ook, jong. Zo kwamen we binnen, weet je nog? Splendid. Oh jee. Splendid. Dus dit is echt... Het is een beetje net als Nerga, gewoon echt een hele toeristische... Oh, hier ga je het alweer uit, zie je wel? Almere, Bartolomeo Almere. Santa Maria Almere. Ik weet nu waar ik naar rechts... Oh, dit is via Malta. Ja. Ja, hier kan je naar het strand. Nou, hier had ook een kutsteen. Mama, wat een splendid. Man. Splendid, fantastisch. Super. Steve, ga je hier gewoon de eerstvolgende, waar die auto uitkomt, die Audi. Dat is San Bartolomeo Amare. Hoppatee. Schoenen, kut? Een paar. Wat
trouwens als jullie Franco zien. Blablabla, Franco. Hallo, Franco, Fanta Pizza. Ga je kijken of je het hele stuk langs de boulevard kan? Kijk, dit is allemaal betaald parkeren. Hier loopt het al compleet dood. Nee, toch? Ja, toch? Oh, nee, hè? Hier moet ik keren. Keren. Shit, dat is bang. Wow. Ik denk dat jij ons één voor één naar het strand moet brengen. Mini Cooper. Naar het strand? Nederlands. Morgen. Want kijk eens, je moet betalen voor bij het strand parkeren. Hier niet. Ja, dit allemaal wel. Ticket staat er heel groot boven. Ah. Hier, oh, zie je wel? Ticket. Dit is allemaal ticket. Een dagje strand is kostbaar. Ah, jongens, daar hebben we op zo'n ding gezeten. Ah, hier kan je wel ruimschoots parkeren. Oh, zo'n hoofdbord. Kijk waar die gaat. Kijk waar die gaat. Oh ja. Maar dat is ook, vol steen. Kijk waar die gaat. Let op. Wat gaat u doen? Weg? Ja, hier kan je dus 's avonds wel parkeren. Ja, maar ja, gaan we het hele eind lopen? Ja, ik vind het goed hoor. Als jij zegt, ik zet hem hier het liefste neer. Kijk jij even naar rechts? Ja, je moet inderdaad betaald parkeren, dat is raar. Ja, overal. Via Corsica heet dit nu. Kan ik? Ja. Corsica. Dit is een optie. Ja, maar dat is 1 uur. Blauwe zone is 1 uur, zie je dat? Dat is niet handig. Hier is een grote P. Hier kan je staan. Ja, dat is ook wel vol. Deze is al vol. Ik denk dat parkeren misschien inderdaad een beetje problematisch is. Kunnen we hier erin? Ja, daar kan je er wel in. Dit is misschien beter. Mag ik hierin? Ja. Niet haar aanrijden. Dit laat ik knipbaar, nog twijfbaar, nog twijfbaar. Want ze kennen hier dus geen boulevard. Nee? Ik moet hier kunnen parkeren. Dit is 2 uur. Ja, daar is een blauwe. Naast de Mercedes. Ze hebben hier geen boulevard, dat zie ik nu al. Je kunt dus niet langs het strand rijden. Steve, dan moet je dus een ticket